Maximal Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlegd tot eind 2020, meldt het Oostenrijkse Formule 1-team vrijdag in een persbericht. Volgens de 20-jarige Limburger was zijn contractverlenging niet meer dan logisch. Red Bull heeft altijd met daden haar geloof in mij hard gemaakt, verklaart hij. Als 16-jarige werd ik opgenomen in het Young Driver-programma, waarbij ik op mijn 17e in de Formule 1 ben begonnen en ik vervolgens de kans kreeg om voor Red Bull Racing te racen. Waar ik met dit team een droomstart had, Verstappen promoveerde halverwege vorig seizoen op 18-jarige leeftijd van satellietteam Toro Rosso naar Red Bull en maakte bij zijn debuut voor het Oostenrijkse team direct indruk door de Grand Prix van Spanje te winnen. Ze hebben mij en mijn ambities altijd ondersteund en ik weet dat we dezelfde ambitie hebben, zegt hij over het team, hun supports, van iedereen in de fabriek tot de koe in de garage, wat er ook op het racecircuit gebeurde. Is altijd 100% geweest. We hebben ook veel lol gehad samen. Ik ben heel erg blij verder te kunnen gaan bij Red Bull Racing en ik kijk er naar uit om samen te blijven werken om in de komende jaren meer successen te beleven. Moeizaam. Begin deze maand pakte te verstappen in Maleisië. Knap zijn tweede Grand Prix zegen. Desondanks kent hij mede door veel technische problemen een moeizaam seizoen. De Limburger bezet momenteel de zesde plaats in de WK-stand. Red bull aan Bas-Christian Horner is blij dat Verstappen zich ondanks de tegenslagen langer aan het team verbindt en voorziet een grote toekomst voor de jonge Nederlander. Wij kijken er naar uit om zijn reis met hem voor te zetten in onze jacht op Formule 1-wereldkampioenschappen, al dus de Brit. Als we naar de lange termijn met Maximaal kijken, is hij in de beste positie om het team rond hem te vormen om onze gezamenlijke ambitie in te lossen. Verstappen, die bij Red Bull een koppel vormt met de Australiër Daniel Ricciardo. Bereidt zich momenteel net als alle andere Formule 1 coureurs in Austin voor op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op het circuit of the Americas klopt hij vrijdagavond in de eerste en tweede vrije training respectievelijk de vierde en tweede tijd. Zaterdagavond volgende derde vrije training en de kwalificatie. Waarna op zondag de race op het programma staat.